super dik, hè? Zit ik in de mooiste truck van Nederland. Mooi even rondje toeren. Ik heb gehoord dat we vandaag stront en nog eens stront gaan rijden. Oh, ik heb de tranen in mijn ogen staan. Word je er nou nooit helemaal scheidsziek van? Riem me vast. Zitten. Doe jij die schakelaar maar op. Goed uitgelegd. Ja toch? Ja, voor mezelf ook wel. Hele goedemorgen. Ik heb er super veel zin in. Want waar staan we? Bij de winnaar van Truckstar in Doornspijk. Wij zijn vanmorgen over de Enkhuizen Lelystaddijk gekomen. Hier naartoe. Nou, de caddy is 1,5 vlieg. Ik sta naast Arno. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er zin in? Jazeker. Om die dikke wagen te showen? Ja. Ik heb er ook zin in. En we gaan ik heb gehoord dat we vandaag stront en nog eens stront gaan rijden. Ja, de hele dag stront. Machtig mooi, ja. Een keer wat anders. Hij staat er echt weer super dik bij. Nog een beetje in de Truckstar showstand. Niet helemaal zo mooi meer, maar... Nee, maar ja, moet ook mee gewerkt worden. Ja. Nou, wij gaan de wagen starten en we gaan lekker die kant op. En die wagen is natuurlijk ook meegedikt. Dus we gaan straks ook alles in die wagen laten zien. Van binnen, van buiten, alles erop en eraan. Ik heb er zin in. Jij ook? Jazeker. Mooi. Leuk. We gaan. Eerste adres. Daar zijn we. Nou, ik ben benieuwd. Die hebben hem al helemaal ready klaargezet, want daar ligt de slang dus. Ja. We kunnen dus vanaf daar meteen... Pompen. Je hebt de PTO al aangezet zeker, daarom loopt hij wat hoger toeren. Klopt. De klep even dicht vanwege de koeien. Hier staat het helemaal vol met koeien. Kalfjes. Oh, kalfjes. Ja, kleine koetjes. Nou ja, ga je ding lekker doen. Ik loop achter je aan. Ik ga kijken wat je gaat doen. Doe maar gewoon zoals normaal. Keurig, alles keurig netjes. Alles was pik en span. En deze is ook gewoon bekleed, hè? Hier ligt gewoon leer in. Deze zijn met de knopen bekleed. Oh, wacht, Arno die gaat verder. Kom, we moeten naar Arno. Voordat die hele bakken vol met stront zit. Hey, dit is de opslagkelder. Oeh, komt er al uit. Arno is dit gewend, maar... Geen gelul. Hey, als je pellets rijdt, ben je niks gewend hoor. Arno geeft geen kick. Maar af en toe komt er zo'n wal voorbij. Ik vind het echt stinken. Oh, ik heb de tranen in mijn ogen staan. En waarschijnlijk denken jullie wat een jankert. Ja, dat mag wel, maar ik vind het gewoon wel een beetje stinken. En hier zit precies die uitlaatklep, anders ontploft die tank natuurlijk. Gewoon pure strontlucht. Ha 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 ha!
klaar. Dit ging mooi vlot. Hoe lang zijn we nu aan het laden? 12 minuutjes. 12 minuten. En van 0 naar 35 ton. Dus er zit precies 35 ton in. Gaat die boer nu een vrachtbrief schrijven? Nee, die heb ik zelf al gemaakt. Digitaal. Ik heb een appje en er staan de vrachtbrieven, eigenlijk de mesbonnen, heb ik gewoon digitaal op mijn telefoon. En die heb ik net al ingevuld. Oh, super handig. Dus het gaat echt super snel, jongen, dit. De slang erin, pomp eraan. 12 minuten, zit die vol. Digitaal vrachtbriefje, heb je dat gewicht op ingevuld? Als ik straks gelost heb, meld ik hem af met een GPS-signaal. Ook nog? En dan maak ik een foto van de weegbon. Ja? Want ik weeg daar nog een keer. Ik heb nu zelf... een weegbrug? Op een weegbrug. Oh ja, ja. Maak een foto van de weegbon en dan meld ik hem weer af. Ook komen we digitaal? Alles digitaal. Ik heb niks geen papieren meer. Maar spatzuiver. Dit werkt echt super. Dus wij gaan hem nu afronden, de kasten weer dicht. Handschoentjes opruimen en dan gaan we rijden. Dan kunnen we rijden. Kitron. Bosgebied. En dan denk je, je ruikt alleen maar natuur. Ja, je ruikt ook natuur, maar je ruikt ook een hoop stront. We staan alweer tussen zo'n paal en Arno die gaat ons nu vertellen waar we zijn. We zijn op de kalvergierzuivering in Elspeet. En wat doen ze hier eigenlijk ermee? Zuiveren. Ze maken het zo schoon dat het weer op het riool gestort mag worden en dat het gewoon schoon water is. Lekker. Oké, we gaan los, hè. Werkt precies hetzelfde, maar dan andersom? Of hoe ga je het doen? Eigenlijk wel, ja. Ik ga daar door het monsterapparaat heen en dan komt het dus in een van deze opslagtanks. En waar het nou exact heen gaat, weet ik dan niet. Maar dat weten hun. Ja, nee, dat maakt voor de rest ook niet uit. Als jij er maar weer vanaf bent. Nou, doe je ding lekker. Gebeurt het nou ook wel eens dat die niet helemaal lekker zit? Dan sta je er nog bij te kijken en dan heeft... Zo'n hele straal. Ja, het kan heel gauw. Het is mij nog niet gebeurd, maar het kan wel. Nou ja, gelukkig maar. Ik hoop vandaag ook niet. Nou. De kleppen los. En nu is ja, want hier zie je allemaal dingen gebeuren. Ja, hier doe ik de ontluchting open. Dan krijgt hij lucht in. Dan krijgt hij lucht van bovenaf. Oh ja, want dan zuigt hij vacuüm. Zo de tank plat gaan. Oh ja. En dit is gewoon in dit geval vrije val. Vrije val. Riemen vast. Zitten. Doe jij die schakelaar maar om. Nou. Juist. En dan nog een handmatische klep. Ja. Ja, want als je deze vlucht zou doen, dan zou het heel snel in één keer gaan. Ik band dat ding los en dan kans dat de slang plot, zeg maar. Dus nu is het gewoon voorzichtig. Oh, nou ik ga even op afstand. Maar dat gaat goed, hè? Ja, ik hoor het. Oh ja, even rustig aan spanning erop zetten. Nu hoor je maar luchtzuigen. Nou, ik ruik het vooral. Stront. Ik vind dit helemaal niks. Af en toe draait de wind hier naartoe en dan voel ik de spetterstront op mijn arm. Maar goed, we zijn dus even boven op zijn silo die dus niet afgesloten is. Zoals je heel goed kan zien. Maar er wordt dus op een bepaalde manier die stront weer omhoog gespoten. Ik heb echt werkelijk waar geen idee waarom. Het ziet er heel leuk uit, zo'n bruine fontein. Oh, wat word ik hier ongemakkelijk van. En mijn cameraman, ga lekker staan joh, tegen dat randje, heerlijk. Maakt mij niet uit. Hij heeft ook zijn zwembroek mee. Zegt hij, ga even zwemmen. Nou, in 100 jaar niet. Ik vind het best om in een paar uien te springen. In een paar mest wat droog is. Maar om nou hier in een bak met stront te gaan liggen. Nee, no way, no way. Echt niet. Maar ik moet wel ook eerlijk zeggen, dit stinkt niet zo erg. Ik heb de tranen niet in mijn ogen staan. Vanmorgen dat we het uit die verse gierput haalden. Nou, geloof me. Misschien is het een beetje aanstellen. Want alle boeren zullen zeggen, oh, piepert. Ah, het rook echt niet heel lekker. En maar dit, nou,
je ruikt wel wat, maar het is niet dat je zegt... Alleen, ja, ik... Er komt ook een schuimlaag. Ja, voor de mensen die mij een beetje kennen, ik ben natuurlijk heel schoon van mezelf. En altijd opgeruimd en netjes. En dit is gewoon het tegenovergestelde. Soms moet je daar een overgeven. Ik moet ook bijna overgeven. Nee, even zonder dolle. Het is natuurlijk supergoed wat ze hier doen. En zo hou je dat natuurlijk allemaal schoon. De boer is er vanaf. Wat Arno net al uitlegde. Uiteindelijk wordt het zo gezuiverd dat het weer terug het riool in kan. Als dat niet zou kunnen, zouden ze dat natuurlijk nooit doen. Want er zijn heel veel eisen aan verbonden. En regels. Dus ja, wat ze hier doen, helemaal top. Het is wel mooi gelegen. Het is één zo'n groot open vierkant. Met volgens mij 8 silo's. Ja, 8. En hier wordt het allemaal geregeld. Het zit midden in de bossen. We reden ook een supermooie route deze kant op. Helaas niet gefilmd, maar we gaan zo meteen als we hier wegrijden, gaan we dat nog wel filmen. Ik vind het hier mooi geweest. Voordat de wind weer draait en ik helemaal onder de stront zit, ga ik lekker naar beneden. Doeg! Wij hebben boven op de stront even mogen kijken naar die bruine fontein. De wagen is leeg. Die is dus helemaal uit eigen druk naar beneden gelopen, omdat we hier gewoon een soort van ondergronds gat lossen, waarvoor we geen tegendruk hebben. Dus door de neerwaartse druk van de stroom van de tank duwt hij hem gewoon helemaal leeg. Arno die is hem nu aan het afsluiten. Dan gaan we zo meteen weer laden in Hengelo, maar dan niet Overijssel, of niet de Hengelo, maar in Overijssel. Dus we hebben er 2. Dus dat is niet zo heel ver rijden. En die gaan we dan weer los in Zwifterband. En dan gaan we ook wat uitleggen over het spoelen van de vrachtwagen. Want anders zit hij helemaal onder de stront en heeft Arno een handigheidje op dat hij hem kan spoelen zelf. Ja, super dik, hè. Zit ik in de mooiste truck van Nederland. Mooi even rondje toeren. Hij stuurt er wel heel mooi achter, ja. Mooi, hè? Ja, echt heel mooi. Ja, dat is ook voor die boerenerf is dat gewoon een must, hoor. Dan... Ja. Dat hij leeg van net zo mooi loopt. Ja, het is niet normaal. Echt heel dik. Nou, ik geniet hier echt. Dat zeg ik eigenlijk altijd als ik een V8 rijd. En de een die klinkt natuurlijk mooier dan de andere. Maar ik vind het zo iets magisch of zo. Ik weet niet. Ik vind het zo dik. Hij springt bijna weg. Ja, jullie zien mijn gezicht niet, helaas. Maar ik zit echt met een grijns op mijn gezicht. Oh, heerlijk. Dit is eigenlijk geen werken meer, maar gewoon een beetje... Ja, je doet wel je werk, maar het is gewoon meer hobby en genieten. Vooral met dit weer. Met een schone auto. Klep open. Oh, heerlijk. Dit moet je gewoon meemaken of zo, of voelen, of ik weet niet. Het is gewoon zo'n machtig gevoel. Ja, lekker of niet? Lekker, hè? Oh, wat dik, jongen. Nee, echt niet. Dat is het ook. Het is nooit dat je denkt, oh, zit nou die herrie maar een keer uit. Want het is gewoon muziek. Heerlijk aan het genieten nog. Skitterend mooi. We zijn nu het laatste stukje een beetje binnendoor aan het rijden. Ja, ik heb het raam natuurlijk op een kiertje, omdat die pijp open staat. Laatste stukje nog binnendoor rijden. Hoe lang duurt het ongeveer nog? 20 minuutjes, 25. Oh ja, lekker. Dan kan ik mooi nog even zitten.
heb heerlijk genoten van het hierheen toeren met de pijp open en soms even klapperen. Ook door het tunneltje, die was lekker hoor. Nou, ik zei het volgens mij net verkeerd. We staan dus niet in Overijssel, Hengelo, maar we staan in Gelderland, Hengelo. Zeg je? Gelderland. Ja, Gelderland. Dus we zijn nu allemaal ready. We staan alweer bij de strontput. Dit is van varkens. Ja. Varkensstront. Het is wel een lekker woord, hè? Stront. Oké. Het is de bedoeling dat ik het nu ga doen. Ja, doe jij maar. Probeer maar. Dan ga ik wel even lekker handschoentjes aan, want... Je hebt goed opgelet vanochtend dus. Dus we gaan het eerst even het dekseltje eraf halen. Dus deze naar me toe halen. En dan even rustig die deksel voor mocht er nog wat afkomen. Ja, stel dat hier wat lekt, maar ik denk het niet hoor. Ja. Ja, dat gaat goed. Trek hem eraf. Hendel loslaten, kun je de deksel op de grond gooien. Dat is wel heel voorzichtig wat je nou doet. Ja, maar zo ben ik. Zo. Wel heel voorzichtig. Dus nu gaan we ook weer voorzichtig de dingen erin hangen. Ja. Oh, ja. Kijk, top. Dan neem ik aan deze weer... Ja. Die dicht. Zit goed? Niet dat mijn hele kraag zo vol zit? Ja. Nee, dat gaat goed. Die moet nog even dicht. Oké. Je hebt handschoenen aan. Ja. Nou, dan gaan we eerst even de pot erin doen. Pot. Die staat daar al. Ja. Dat is voor het monster. We moeten het monster nemen. Oké. En waarom is dat? Dan kan die man... die krijgt dan geregistreerd wat hij afgevoerd heeft. Maar goed, ik denk stront is stront. Ja, maar er zit wel verschil in mestsoorten. En in gehaltes. Maar doen ze dan dit om te kijken wat voor dier het is? Of ook wat voor waardes erin zit of zo? Nou ja, hij moet gewoon zoveel stikstof en fosfaat van zijn bedrijf afvoeren. Ja. Per jaar. Ja. En als hier nu heel veel stikstof en heel veel fosfaat in zit, is hij snel klaar. Als er weinig in zit, dan moet je meer ophalen. Ah, maar goed. Daarom krijg je dus zo'n monster. Ja, het was gewoon per vraag wordt er gewoon een monster genomen. Die beesten, die kakken, dat moet gewoon weg. Dus waarom zou je een monster nemen? Dus dat ligt dus daaraan. Ja, omdat ook elke mestsoort anders is. Oké, dus wat heb ik gedaan? Deksel eraf gehaald, slang aangesloten. Dus die zit helemaal goed. Daarna hebben we dus de telefoon, de digitale vrachtbrief gescand. Met het scannertje. Die staat weer in connectie met, of in verbinding met deze kast. Dan staat er vervolgens de deur open. Dan gaat er aan de zijkant. Dat kan dus niet, je kan dus niet zomaar het deurtje openen. Dan gaat er aan de zijkant gaat er een deurtje open. Dan doe je eerst een potje. Dan gaat het potje weer connecten met de wagen, zeg maar, toch? Ja. 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 En dat potje dat connect dan weer. Dan zegt hij, potje oké. Daarna gaat het deurtje, staat er weer het deurtje open. Druk je de deksel in. Er zit ook weer een barcode op. Die barcode wordt dus ook weer gescand. En dan... is alles, dus het potje, dekseltje, is helemaal klaar. En dat voor komt uiteindelijk allemaal op mijn digitale mesbon. Ja, precies. Dus dan komt er weer een digitale mesbon. Dus Arno heeft ook nooit bonnen bij zich. Dus ik vroeg al, hoe doe je dat dan als je door de politie wordt aangehouden? Ja, laat ik gewoon mijn digitale vrachtbrief zien. En dat is al voldoende, wettelijk, om mee te mogen rijden. Dus nu we dit allemaal gedaan hebben, gaan we de rest ook in werking zetten. Dus tijdens het laden van de vrachtwagen wordt er dus halverwege of zo... Nee, er worden 6 monsters over de hele vraag genomen. Oh, jeetje, Mina, wat een techniek, hé. Want anders heb je natuurlijk of een monster ervoor, of een monster erna. Dat is maar een momentopname. Eerste, Het gemiddelde van de hele vracht. Ja, dus het gemiddelde van de hele vracht. Dus er komen 6 keer een puffy stront in dat potje. En zo heb je een compleet monster van de hele vracht natuurlijk. Ja, want de eerste stront is niet hetzelfde als de laatste stront. Dus dan krijg je een algemeen... Goed uitgelegd. Ja, toch? Ja. Vond ik zelf ook wel. Nou, trek hem maar los meteen. Ja, lekker. Hij staat dus nog niet aan. Dus ik doe hem nu alleen openzetten. Dus nu is de schuif open. Ja, top. En nu gaan we alle bedieningen doen op de kast. Ja, alleen eerst met de bovenste, de ontluchting open. Ja. Daar gaat het ventieltje al. Hij blaast al. Ja, er zit een beetje druk open in de tank. Oh. Ja. En dan doe je alleen monsteren. Dat is de onderste schakelaar. Ja. Alles is nu ready om te gaan pompen. Die schuif die staat dus open, de slang die zit er goed in. En dan moet ik deze rustig, want er staat best wel veel druk op, naar voren halen. Kijk, daar gaat hij. Zo, helemaal naar voren. En dan zie je op die meter ook gewoon, hij doet nu nog meer. Dus de 50 en de, nou, zeg 80 bar of zo. Is die stront nu naar binnen aan het pompen? En hoe lang duurt het nu weer? Een minuut of 12? Ja, ongeveer. 35 ton? Ja. Nou, lekker. Ik moet wel zeggen dat dit al een stuk minder stinkt. Het ruikt iets anders.
Nou ja, vanmorgen kon ik niet bij die put komen. En nu eigenlijk geen last. Deze heb ik net helemaal opengezet. Stond heel veel druk op. Ik heb hem nu ietsje zachter gezet, omdat hij bijna vol is. Niet dat hij vol gas die tank vol blaast. En nu zegt Arno, die zegt verzegeling. Ja, potje. Monster is klaar. Maar het potje is dus klaar, het monster. Wat gaan we eraan doen? Je kunt op start drukken nou, linksboven dat knopje. Ja. En als je even wacht en op het scherm kijkt, en dan hoor je al dat hij de deksel erop drukt zo. Verzegelen, potje, moment graag. Dus wat is er gebeurd? Er is 6 keer stront ingegaan van verschillende momenten. Nu heeft die machine ook gezegd, pot is verzegeld. Dus dat apparaat heeft die pot ook verzegeld, dat er niks mee kan gebeuren, niet gesjoemeld worden. Dus nu is de spat zuiver om af te leveren, kunnen ze dit gaan testen. Kijk Martijn, nu staan de pot en de dekselnummers, die staan op de digitale mesbom. Daar de... Dus dat heeft die wagen alweer doorgecommuniceerd naar jouw telefoon? Ja, naar mijn digitale mesbom. Oké, dus dat staat er nu allemaal in en hoe werkt het nu verder? Ik ga nu het gewicht invullen wat we geladen hebben. Ja. Heeft het GPS-signaal al verzonden waar we nu staan, de coördinaten, ja, waar we nu staan. We rijden aan de Zwifterband. Daar gaan we lossen en daar verzendt hij weer het signaal waar we staan te lossen. Oké, en waar laat je dan deze skitter stront? Zet je er gewoon in je koelkast? Nee, toch maar niet. Oké, maar ja. Wat gaan we hiermee doen dan? Die gaan we het kratje in het, van de trailer zetten, in de kist. En waar ga je dit uiteindelijk laten? Komt het bij het laboratorium terecht en die gaat kijken wat erin zit. Oké, dus dan weten ze natuurlijk door al die barcodes precies dat die hier vandaan komt met GPS, alles erop en eraan, omdat het is een digitale vrachtbrief. Ja, en dan is het voor deze man kloppend op papier en dan krijgt hij over een aantal weken, over 2 weken, dan krijgt hij de uitslag van wat er in deze vracht zit. Hoe goed zijn stront is. Ja. Niet hoor, hé. Ja. Pak je moment. Ja, je hoeft helemaal niet veel gas te geven. Hoertje. Hoertje. Trekker. Wat was het? Een zonde hit? Poh. Mie Mark. Ja. Is wat, hè? Ja. 52 ton. Lekker, man. Dan doet hij het wel. Ja, ja, skitterop mooi. We zijn er weer. En dit is het laatste adres in Zwifterband. Volgens Gerrit, het mooiste dorp van Nederland. Oh nee, dat was Urk. Dat was in de vorige vlog. Maar Arno heeft de vergrendeling er al afgehaald. Ik kan hem dus naar binnen draaien. Zo staat hij er wel rechtop ongeveer. Kijk voorzichtig weer die deksel aan de kant op. Hoppa, dekseltje aan de kant. Nou, ik heb deze weer op. En waar staan we? We staan gewoon in een groot weiland. Ietsjes terugdraaien zie ik al. Zo. We staan dus in een groot weiland. Daar hebben ze een opslag gemaakt. En die opslag, nou, andere kant weer op. Daar lossen ze dus van alles in. Kalveren,
koeien, varkens en dan krijg je lekkere mengelmoesjes van stront. En dat schijnt dus weer heel goed te zijn voor het land. En dan kunnen ze weer van alles gebruiken. Zet de ontluchting weer open. Los een laad open. Ja. Deze langzaam, ja. Deze langzaam. Ja. Hoor je dat er al een beetje druk op zit? Ja. En daarom hebben we hem ook al opengezet, want anders loopt stront er natuurlijk weer uit aan die kant. Rustig open. Ja, dat gaat helemaal goed. Ah, het is niet zomaar iets. En dan kun je die heel langzaam naar je toe trekken, ja. En dan hoor je de pomp heel langzaam beginnen te draaien. God, het eerste stukje gaat wel stevig, hè? Oh, jeetje, mina. Gaat stront weer, hoor. Zo. En hij doet maar het. Anno, word je er nou nooit helemaal scheidziek van? Soms. Dat is een geintje. Ik moest er wel even over nadenken. Dan hoor je normaal gesproken toetoe. Ja. Ja, je zou denken, wat scheidwerk. Ja. Nee jongen, ik vind het machtig mooi. Ik vind het echt mooi. Ja, en ruik je hier nog wat? Helemaal niks. Nee. Maar ik denk dat mijn neus er ook mee gestopt is. Nee. Nu stinkt het niet. Ja, nu die begint te lopen en dat putje begint weer een beetje te zuigen, dan ruik je wel. Nee, maar het is niet zo dat je zegt van, oh, ik moet weg hier. Dat stinkt eigenlijk niet. Dat is het laatste adresje, de wagen is weer leeg, maar ik heb bij die zuivering heb ik dat verteld dat Arno zelf die wagen ook kan spoelen. Nu hebben we dat eigenlijk niet hoeven doen, omdat alles meekwam, maar als je dus wat dikkere stront hebt, dan kan het in de wagen blijven liggen met het leegpompen. Ja, wel, en zaagsel of gras. Oh, zit dat er soms tussen? Ja. Oh, dat dat een beetje gaat slippen in je wagen, ja, en dat je dat er vervolgens niet uitkrijgt. Blijft het op de bodem liggen. En hoe doe je dat dan? Dan zuig ik met een bezem. Ja, dan moet ik erin. Ja. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, ik kan aan de achterkant kan ik het eruit zuigen. En door een leiding die door de tank heen loopt, met een bochtje weer naar achteren. Ja. Ik zuig het achteraan eruit en ik spuit er dan de voorkant erin. En omdat die tank een beetje achterover staat, dan spoel ik als het ware gewoon de bodem schoon. Ah, dus je blaast, dat is gewoon stront ook? Met het rest wat er nog in zit. Ik zorg dat ik dan voldoende heb om te spoelen. Dan hou ik er 2 of 3 ton in. Oh ja. En dat is voldoende om de bodem schoon te spoelen. Precies, dus je zuigt het er weer uit en je blaast het er een beetje met tempo in, waardoor je een soort van vloedgolf krijgt en alles in één keer onderin belandt. Maar met de vraagmes die ik op dat moment zelf geladen heb, zeg maar. Ja. Dus je hoeft niet ergens externe water te halen of iets anders te halen om hem schoon te spoelen. Moet je wel eens spoelen? Nee, eigenlijk nooit. Ik rijd niet iets wat... Mekaar bijt. Precies. Oké. Ja, nee. Stront is stront. Ja. Want je doet af en toe wel ander werk, toch? Ja, ook industrie. Ja? Maar dat is eigenlijk... terreinwater, dus al zou er een 100 liter mes bij doorzitten, dat zou niet hinderen. Want dat is ook weer voor dat verontreinigd water als het ware en dat wordt ook weer afgevoerd en dat wordt dan ook weer... wordt allemaal gezuiverd. Gezuiverd. En het is alle twee eigenlijk biologisch, dus mes is biologisch en dus als het wat minder druk is in de stront, ga je dat lekker doen? Klopt. Lekker. Vooral in de winter. Ja. Heb je nog wat achter de hand? Want poepen ze minder in de winter? Nee. Dat niet. Nee, had gekund. Maar dan heel jaar door stront, toch? Ja, klopt. Er wordt opgeslagen. Ja, oké. Okay. Oh, dat wordt opgeslagen voor een andere tijd? Ja, voor het voorjaar dat het land weer op kan. Aha. Dus in de winter is er natuurlijk wel wat mestwerk, maar een stuk minder. Zijn we weer een stukje wijzer. Maar luister, nou heb jij natuurlijk een paar weken geleden op Trucksdag gestaan. Ja. Dat ding ziet er helemaal spik en span uit. Alles gedaan. Maar ik heb wel eens van die gasten gehoord die daar aan staan in zo'n showstraat, die gewoon 2, 3 weken bezig zijn, soms wel langer. Hoe heb jij dat gedaan? Heb je het in je eentje gedaan? Hoe lang ben je bezig geweest? Ik ben bijna 4 weken bezig geweest, maar hoofdzakelijk omdat ik heel lang werk met de trailer gehad heb. En er moest ook het een en ander aan gespoten worden. Ja. Maar echt het poetswerk voor de auto en de trailer, dat heeft Marien van der Bos gedaan, een kameraad van me. Vakman. Een vakman, ja. Die is dag en nacht bezig geweest, bloed, zweet, tranen. En jij lag op de bank. Ja, ik was er wel bij, maar... ja, nee, maar mooi. Goed, die heeft echt 2 weken
is hij er bijna elke avond geweest en heeft 2 weken vrijgenomen van zijn werk. Dus ja, tof man. Maar daar moet je het ook een beetje van hebben, want in je eentje red je het niet. Nee. En zoals je zegt, je hebt een aantal dingen gespoten. Kijk, hoe oud is je trekker? 3 jaar oud. En die staat bijna 3 ton op? Ja. Ongeveer. En je trailer is hoe oud? 10 jaar. 10 jaar, ja. Maar het is alsof je gisteren de fabriek uitkwam. Ja, en daarom hebben we er best wel werk aan gehad. Ja, dat kan ik me voorstellen en begrijpen. Nee, ja, je hebt er echt een bultwerk aan gehad. Hij ziet er echt tip-top uit. En het helemaal klaarmaken hebben we dus al met z'n 10 gedaan. Met het hele clubje wat op assen was. Het poetsen. Ja, en allemaal nog weer kennissen, kameraden. Ja. Het eind. Kan je zien wie je echte vrienden zijn? Ja. Die komen helpen. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, alleen kun je niks. Nee. Maar daar is het veel te groot voor. Ga maar eens een luxe wagen poetsen. Ja, ben je dag bezig. Ben ik er helemaal klaar mee. Ja. Dus laat staan, zo'n bulk, of bulk, hoe noem je het eigenlijk? Ja, tank. Tankwagen, bulk, ja. Dan ben je zo ongelooflijk lang bezig. En het ziet er echt allemaal als nieuw uit. Het is, en het is natuurlijk alles, hè. Het chassis van de auto ook. Dat is ook helemaal gepoetst. Dus, Ja. Dat was hem voor vandaag. Knippie, knippie, Kuipers on toe met de mooiste truck van Nederland. De winnaar van Truckstar. Superleuk. Ja, vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk, gezellig. Leuk man. Je mag vaker mee. Goeie sjouw. <jouw. laughs> Nee, Arno, bedankt. Onwijs bedankt. We hebben dit nog nooit eerder gedaan natuurlijk met de mest. En het is weer een hele andere wereld. Want je komt op andere plaatsen. Net als met dat eroverheen gieren en weet ik het allemaal. Je hebt er geen kaas van gegeten. Ik in ieder geval niet. Ik hoop dat jullie het super interessant vonden. Want dat zeg ik, ik wist totaal niet hoe het ging. Dus ik ben er ook een super leek in. En ik ben wel weer een heel stuk wijzer geworden. Dankzij jou. En ik heb toch wel puur genoten van het rijden weer in die auto met die open pijp. En ik heb net even op mijn knieën gezeten om te kijken wat eronder hangt. Maar daar hangt echt een partijtje buis onder. Ja. Je kan bijna 1 ton minder laden. Maar goed, dat is het waard, hè? Dat is het waard, dat wou ik net zeggen. Ja. Hey, nogmaals bedankt. Dan gaan we hem helemaal afsluiten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben en dat jullie er wat van opgestoken hebben. Tot de volgende keer bij een nieuwe Knippie Knippie Kuipers on Tour. Mazzel! Een keer of 10 spelen. Ja, ga je, kom erbij zijn nu. Kerel, ik vind het. Ik vind het. Ja, het kan. Je zult het heel overdreven vinden, maar dit is echt oprechte. Ik heb tranen in mijn ogen staan, gek.